Wie uitziet naar een uniek uitstapje, kan best eens een bezoekje brengen aan het Pigeon Center De Scheemaker in Sint-Antonius, Zoersel. Nergens ter wereld worden op één locatie zoveel reisduiven op een professionele manier gekweekt. Maar op deze locatie kan je ook een permanente tentoonstelling bezoeken over de duivensport. We volgen een rondleiding met initiatiefnemer Stefan De Scheemaker en vallen van de ene verbazing in de andere. Duivensport is echt veel meer dan je zou kunnen vermoeden. Onze permanente expositie die begint met het tijdschrift waar dat eigenlijk heel het verhaal van de familie mee begonnen is. Dus in 1929 heeft mijn grootvader samen met zijn broer de eerste keer het tijdschrift De Duivensport uitgebracht en waarbij dat we eigenlijk op het begin van de expo heel de geschiedenis van het tijdschrift laten zien. De verschillende namen die dat we onderweg gegeven hebben aan het tijdschrift, gaande van zwart-wit naar volledig kleur. En wat dat we steeds ook aanduiden is, laten zien, is het laatste nummer van het tijdschrift dat we voor deze maand geldig is. Ja, na het tijdschrift zijn we hier gekomen in het gedeelte over de geschiedenis eigenlijk van de duivensport. Waarbij dat we proberen toch een beetje de bezoeker mee te nemen in de duif vanaf het begin tot waar dat we vandaag zijn. En we gaan dan eigenlijk verder met het belang van de duif in de oorlog. We moeten toch zeggen dat de duif in zowel Wereldoorlog 1 als Wereldoorlog 2 een belangrijke rol heeft gespeeld. Een leuk voorwerp hier is dus, en dat komt vanuit het Franse leger, dus dat is een parachute die gebruikt werd door het Franse leger wanneer dat ze achter de vijandelijke linie moesten komen. Dus de parachutisten die sprongen en wat namen zij mee? Duiven, die hadden dan hun eigen parachute. En waarbij dat die duiven dan in een kokertje een bericht meekregen van eventuele zaken die gemeld moesten worden en die werden dan losgelaten. Dus we hebben hier ook in de expositie hebben we eigenlijk de twee beroemdste duiven uit de geschiedenis eigenlijk, of uit een oorlog. Dat was Cher Ami, die ervoor gezorgd heeft dat toch 200 soldaten gered werden door het overbrengen van het bericht dat ze in gevaar waren. Hetzelfde met G.I. Joe, die nog een eremedaille heeft gekregen van de Amerikaanse president voor bewezen oorlogsdiensten. Vlak voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog, waarbij dan mijn grootvader en zijn broer erin geslaagd zijn om toch een gedeelte van de Belgische duivensport te redden door contact op te nemen met een Duitse generaal om te vragen van alsjeblieft laat ons die duiven niet dooddoen, maar laat ons die ergens stockeren en onder toezicht van de Duitse bevelhebbers toen wel, maar ze zijn er wel in geslaagd om de Belgische duif eigenlijk toen toch wel te redden. Dus ik denk dat dat toch wel binnen de familie toch wel iets is dat we met een nodige trots tentoonstellen. Via de radio werd geprobeerd contact te maken, maar alle pogingen mislukten. Binnen een half uur zou het bombardement beginnen en toen werd G.I. Joe ingezet. Binnen de expositie hebben we ook een aantal luisterverhalen gezet om dat toch de mensen mee te nemen een beetje in de digitale beleving van de duivensport. En dat is in verschillende talen dat we dat gedaan hebben. Daarnaast hebben we eigenlijk visueel proberen weer te geven hoe werkt de duivensport praktisch. Hoe vanaf de lossing, het inkorven van de duif tot en met het einde, de aankomst van de duif, hoe werkt dat praktisch? Dat hebben we eigenlijk via een soort tekenverhaal eigenlijk een beetje proberen weer te geven. Dat toch iedereen ook wel begrijpt hoe dat die duivensport eigenlijk werkt. En dan komen we eigenlijk aan bij de radiofragmenten. De meeste mensen zullen nog wel vroeger de radiofragmenten kennen van onder andere Johan Rogge over de duivensport. Op de westerlijn te Gent behoort tot mooi goed zicht het westenwind. Toen moest groen mooi weer zijn westenwind.
En tequila, mooi weer, de duiven worden er gelost vanaf 7 uur. Hier hebben we een overzicht eigenlijk van het constateersysteem. Dus het constateersysteem is eigenlijk het systeem waarbij dat de snelheid van de duiven gemeten wordt. De duiven worden losgelaten ergens en ze komen terug. En de gemiddelde snelheid eigenlijk is die dat gaat bepalen wie dat er gaat winnen. Zoals je kan zien gaan we toch al terug tot 1875 met een aantal constateurs die toen al gebruikt werden, waarbij we dan verder evolueren naar de jaren 50, toen we binnen de familie de juniorklokken opgericht hebben samen met dokter Herman, en hebben we eigenlijk heel die klokken eigenlijk gaan moderniseren. Daar zijn we ook een tweede fase ingegaan, en ondertussen heeft hebben die klokken een enorme evolutie ondergaan, waarbij dat vandaag de dag de duiven elektronisch geconstateerd worden. De duiven hebben allemaal een elektronische chipring aan en ze worden op het moment van thuiskomst worden ze over een elektronische antenne geconstateerd. Dus iedereen kan ook vandaag op zijn gsm eigenlijk volgen wanneer dat zijn duiven thuiskomen. Hier ziet u dan ook nog verder, denk ik, wat toch wel een beeld dat veel zegt over een beetje de familie de Scheemaker. Het is een beeld van samen met mijn vader in een van de hokken hier, waarbij dat we eigenlijk naar de duiven eigenlijk aan het kijken zijn en waar we toch ook een beetje samen altijd filosoferen naar waar gaan wij verder met de Scheemaker Pigeon Center, en waar dat we eigenlijk naar de toekomst toe er ook aan denken om hier met virtual reality te gaan werken, om toch mensen, maar ook de jeugd, de kans te geven om hier te komen en via virtual reality de ervaring en de passie over te dragen van duiven die aankomen, duiven die gelost worden, dat mensen helemaal in dat verhaal van het duivensport eigenlijk meegenomen worden. Het bord geeft de evolutie weer van de prijzen van de duiven over de laatste jaren, waarbij dat we begonnen zijn een aantal jaar geleden met de verkoop van Bolt aan 300.000 euro, en waar dat we over Golden Prince, Nadine, Armando vandaag aangekomen zijn bij James Legend, die verkocht is voor 2,7 miljoen euro in China. Hier zijn we aangekomen bij het beroemdste duivenras in de wereld eigenlijk, en dat zijn de gebroeders Janssens. Merkwaardige aan de gebroeders Janssens was dat al de broers niet getrouwd waren en dat die eigenlijk passioneel met die duivensport bezig waren. En dat ze eigenlijk ervoor gezorgd hebben dat die naam en faam van de Belgische duivensport zich ontwikkeld heeft door het feit dat heel veel mensen met nakomelingen van de Janssen duiven wereldwijd enorm veel succes gekend hebben. En dat heeft gemaakt dat de gebroeders Janssens eigenlijk wereldwijd op de kaart gezet geweest is. De gebroeders Janssens is het beroemdste ras wereldwijd. En om die reden hebben we ook aan de familie gevraagd om toch de huiskamer, waar dat heel veel liefhebbers vroeger in gefotografeerd zijn, samen met de gebroeders. We hebben gevraagd om dat hier in de permanente expositie te kunnen opstellen. Omdat we dat toch belangrijk vonden, dat een onderdeel van de Belgische duivensport, die zo belangrijk is, die gebroeders Janssens, dat toch niet wegging. Dus wij hebben dat toen eigenlijk één op één zijn we dat gaan halen. Dus de tafel, de stoelen, de zetels, die komen uit de huiskamer van de familie. Dus het is toch wel belangrijk voor ons om die hier te hebben. Wij waren zeker niet de rijke duivenliefhebbers. Maar via die duivensport zijn ze er toch in geslaagd om. Er werd van gezegd dat ze bijna iedere week met het poelen, met het wedden op de duiven, eigenlijk een huisje konden kopen. Dus na verloop van de geschiedenis hebben ze eigenlijk bijna heel die schoolstraat kunnen opkopen dankzij de duivensport. Dus ze zijn heel klein begonnen, maar toch wel aanzienlijk welstellend geëindigd dankzij die duivensport.
bakermat van de duivensport zal met deze verhalen voor altijd vereeuwigd worden in onze Belgische geschiedenis. Maar ligt ook aan de basis van de internationale waardering voor onze duivenmelkers.